Hey YouTube, tof dat je kijkt naar een nieuwe review hier bij Thomas Opent met bier nummer 3 uit de Moersleutel 7th Anniversary Set. 7 bieren, 7 reviews, 7 dagen achter elkaar op zowel het kanaal van Dutch Beer Geek, Gerben, en het kanaal van yours truly. Reviewen de hele set. We proberen dat eigenlijk elk jaar wel te doen. Gerben en ik zijn daar wat enthousiaster over, maar Gerben en ik zijn natuurlijk ook de twee meest geniale leden van de Dutch Beer Collective. Hou van jou, Douglas. Hou van jou, Remy. En wij gaan de hele serie doen. De eerste 3 bieren zijn allemaal IPA's op een of andere manier. Jullie weten hoe ik vaak denk over IPA's, maar dat maakt niet uit. Ik merk dat ik de laatste tijd weer een beetje terugval in een liefde voor een goede India Pale Ale. Wel heftig om op één dag, dat is niet iets wat ik snel doe, op één dag 3 IPA's te reviewen. Mijn sessie is vandaag de Moersleutel serie. Niet allemaal, ik doe de 3 van de eerste 3 en de rest komen later in de week een keer. Misschien dat ik straks nog een 4e bier erbij pak voor een review, weet ik nog niet. Ik beslis even wat ik denk naar deze. Lang verhaal kort maken. 3 IPA's reviewen achter elkaar. En de eerste 2 waren echt al werelden van verschil. Dus dat is heel erg leuk. De eerste was een Emmer IPA. New England Style IPA van 5%. Daar was ik echt heel enthousiast over. De tweede, een Rogge IPA. Heel erg een leuk bier, maar voor mij net niet helemaal. De tweede, of de derde denk ik, meer classic wat we verwachten tegenwoordig van IPA's als we dat woord horen. Oftewel een New England Style Double IPA van 8% met een English Strain Yeast. Staat er niet duidelijk bij welke. Known to produce strawberry and sweet fruit aromatics. Belma en Barberouge. Barberouge heb ik ervaring mee. Belma niet, voor zover ik weet. During the cold stage of brewing, the beer was layered with Galaxy and another dose of Belma. Creamy and thick double IPA, bursting with strawberry and tropical fruit. Ik ben een beetje hooikoortsig vandaag. Excuses daarvoor. Gerstemout, tarwe, haver, hop, gist, water natuurlijk. 8% alcohol. Drink fresh. Ik heb dit grapje eerder ook al gemaakt. Het is vandaag 10 juli. De set is op 1 juli in de verkoop gegaan. Het bier is op 10 mei in het blik gegaan. Het bier is dus vandaag officieel 2 maanden oud. Als je het maar goed bewaart, jongens, tenzij je niet weet wat je doet qua brouwen, is 2 maanden gewoon niks mis voor een dikke double IPA. Oké, kom op. Al het gezeik over drink fresh. Ik weet van een paar brouwers, uit mijn hoofd nu al, ik ga ze niet noemen, dat als die een bier releasen en ik weet de canning date, wacht ik echt wel 2 maanden voordat ik hem drink. Niet genoeg uitgelaagd, niet lang genoeg in de tanks gezeten, is te snel in het blik gegaan, veel te hop green, veel te veel hop burn, niet goed. Weet je, hun concept van deze brouwers is, we brouwen geen mooie bieren, we produceren gewoon voor de massa omdat we geld willen verdienen. Nou, dat is ook logisch, dat wil je ook, maar het product wordt soms verloren, want ze willen zo snel mogelijk nieuwe dingen pushen. Allemaal leuk en aardig, maar dan heb je die ruimte nodig in die tanks, dus de bieren worden snel gecand. Heb je er problemen mee, ligt het altijd aan jou als consument, niet aan hun als brouwer. Als je je nu aangesproken voelt, dan moet je misschien eens een beetje nadenken over hoe jij met je bier omgaat als brouwer. Dit bier zit dus al een tijdje in het blik. Maar daar staat weer tegenover, en ik weet niet bij Moersleutel hoe dat gaat. Maar stel nou dat het bier inderdaad na 2 weken al uit de tanks gegaan is. Wat ik niet denk hoor bij Moersleutel. We zijn daar geweest, die jongens die zijn zo goed bezig met wat ze als product neer willen zetten. Dat ik daar wel vertrouwen in heb. Maar dan weet je ook dat als het wat sneller uitgegaan is, dat hij goed genoeg dat hopper en hop green eraf zou moeten hebben. Leuke rant, hè? We gaan het bier uitschenken. En zoals die schenkt, that is some New England style motherfucking bullshit right fucking there. Als een bier er ooit uitzag, ja, ik heb wel dat wel vaker hoor, maar als een bier, oh, Last trouwens heet dit bier. Alle bieren zijn gebaseerd op de 7 hoofdzonden qua naam. Lust is natuurlijk heel veel lust, sexy, weet je, verlangen. En wat associëren we al heel snel met lust en verlangen en sexy? En dat zie je heel vaak gepromoot. Aardbeien. Er is iets met aardbeien en verleiden en lust en het hele horny hot thing. Ik snap dat ze dus gekozen hebben om een double IPA te brouwen met veel aardbeiensmaak en een geur. Tenminste, dat ze zeggen. Ik weet nog niet of we dat gaan merken. Komen we zo achter. Hazy AF. Zeker hazier en dikker en meer ondoorzichtig, kom even niet op goede woord, hallo. Dan de eerste die ook een New England stijl was. En een stevige, dikke, romige schuimkraag. Alle bieren hadden trouwens echt hele mooie schuimkraag. Dat moet ik even zeggen. Top notch, heel goed gedaan. Ik hoop dat ondanks
jullie hoorden bij de hele tijd. Mijn excuses daarvoor, het komt een beetje onsmakelijk over misschien. We gaan eens kijken wat dit doet in de neus. En ik weet zeker dat ik genoeg kan ruiken, want dat lukte bij de andere twee ook. Wauw. Ik wil niet zeggen bakken aan aardbei. Maar absoluut. God, wat had ik laatst ook alweer? Ik weet niet eens meer welk bier het was, dat ik echt het idee heb, jongens, ik ruik aardbeien-sham bijna. Er zit aardbei aan, maar dan meer verse aardbei die nog niet 100% rijp is, op het punt dat je zegt, je kan hem eten. Maar had je hem 2 dagen gegeven dat hij net iets voller en juicier en sappiger was, en iets voller dat die smaken en aromas erin, ik ga keihard niezen op het moment. Goh, valt weer mee. Veel tropische tonen. Die Galaxy die doet echt wel veel qua tropische tonen. Maar dan meer de wat frisserheid van de tropische vruchten. Je hebt wel eens van die New England style IPA's dat het echt zo zoet en stevig is dat het ruikt als tropische vruchten. Weet je, je fruitmelanges die je kan kopen in pot of blik op siroop. Dit komt meer over als rijp, maar niet overrijp. Gewoon net rijp tropisch fruit. En dan een melange van alles. Je krijgt wat steenvruchten. Je krijgt een beetje ananas erdoor. Ik heb gek genoeg ook het idee dat ik in de verte een beetje tonen van lychee, meloen, witte druif. Weet niet zeker. Nee, geen witte druif. Maar wel wat meloen lychee. Oh, sorry voor mijn neus, jongens. Echt. Maar ik moest wel gaan reviewen, want ik weet dat ik kan ruiken. En als ik niet begin met reviewen, dan duurde het releasen van de reviews gewoon veel te lang. En het moest gewoon op een gegeven moment een keer gedaan worden. Dus ja, excuses voor dit. Is even wat het is. Je kan mondgevoel niet ruiken. Tuurlijk niet. Maar er zit zowel tarwe als haver door. Toch? Heb ik dat goed gelezen? Ja, tarwe en haver. En je ruikt dat dit een bier is met een wat voller mondgevoel. Waarom? Omdat ik bieren heb gehad die een dik mondgevoel hadden. En op een bepaalde manier een geur hadden. En die associatie heb ik nu. Dit moet wel wat voller en lobbiger zijn in de mond wat dat betreft. Absoluut een mooi rood fruitcomponent. Ik wil dus niet zeggen bakken en bakken aan aardbeien. Meer gewoon een generic red fruit component. Een licht bittertje. Iets tonen van citrus. Maar dan niet een citrusbom zoals bijvoorbeeld de eerste wat ik uitlegde in die eerste review. Meer denk aan wat ik wel eens vertel over fruitsalades. Dat je dan bijvoorbeeld om het zowel voor de smaak, maar ook om het verkleuren van het fruit tegen te gaan. Dus knijp je er even een limoen of een citroen over uit. Dat geeft een beetje van dat citrus toontje mooi mee. Zonder dat het een citrusbom wordt. Mooie impressies van zoet fruit. En het is, ik noem net een paar dingen, maar het is niet alsof alles er echt uitspringt. Het is meer een mooie samenkomst van alles. En wel gebalanceerd wat dat betreft. Zonder dat één ding er echt uit knalt. Mooi gedaan wat dat betreft. Laten we eens kijken wat... Laten we eens kijken wat dit doet qua smaak. Proost. Mooi uitgebalanceerd. Heel mooi uitgebalanceerd. Want er gebeurt van alles tegelijk. Maar komt dan ook weer heel mooi samen. Dus je krijgt van alle kanten gebeurt wat in je mond. En dan ineens is het... Tadaa, een mooi zacht bittertje. Richting wat je mag verwachten van old school New England style. Tegenwoordig zijn de New England styles wat mij betreft niet bitter genoeg. Een New England style IPA heeft nog steeds een mooi bittertje. Kijk gewoon naar de oorspronkelijke Heady Topper. Dat soort spul. Heady Topper, Vocal Banger, het zijn allemaal bieren, de classic New England's, die nog steeds een mooi bittertje hebben. Er zit een mooi bittertje in. Er zit een licht florale bloemige toon, ergens in de verte. In de smaak komt van alles komt je tegemoet. Er zitten wat
verse aardbeien in. Geen overrijpe, super verse rijpe aardbeien. Of super rijpe aardbeien. Aardbeien waarvan je zou zeggen, je hebt ze net geplukt. Maar hadden misschien nog een dagje mogen liggen. Ze zijn goed eetbaar en je proeft de aardbei. Maar je weet, als je ze een dagje had langer gegeven, was het net iets meer aardbei. Tropische tonen. Tropische vruchten tonen. Snap wat ik bedoel. Een klein beetje grapefruit, limoen, citroen. Als in het wat licht. En het is niet een zuur bier, absoluut niet. Maar de wrange, zurige, frisse tonen, bittere tonen van citroen, limoen, grapefruit. Komt absoluut mooi naar voren. Ik heb nog steeds het idee dat ik ergens een klein beetje meloen in de verte heb. En ik kreeg iets in de smaak wat ik niet helemaal kon plaatsen. Het bier is gek genoeg. Dit klinkt hard. Nee, dat klinkt niet hard. Het bier is geen rammer. Maar dat vind ik juist heel positief. Ik heb veel te veel van die New England style IPA's de laatste tijd gehad. Of de laatste tijd. Die zo ontzettend zoet, intens, vol, bang, boom, bam overkomen. Dat je een soort van sensory overload krijgt. Alles is te veel in één keer. Dit is super smaakvol. En juist, ik wil niet zeggen ingetogen, respectvol. Ik heb een vergelijking in mijn mond en die klopt. Ja, nou ja, we hebben het over last. We hebben het over last, oké. Okay. Kan ik dit zeggen? Jawel, dat kan ik. Nee. Als je op een gegeven moment een beetje meer op leeftijd komt, en ik ben 41, en dan merk je, vergeleken met als je in je jonge jaren bent, wanneer je qua passie en dergelijke praat, is alles heel dit. Heel. Komt er heel allemaal intens en stevig en heel vol uit. Maar wanneer je wat ouder wordt, dan leer je dat uit te balanceren, dan heb je diezelfde passie nog. En wanneer het begint, dan denk je, oké, het is allemaal wat lichter erin. Maar dan komt alles ineens, ja, hoe moet je dat zeggen? Oké, laat maar. Het is voor de mensen denken, jongen, wat heeft die gast op? Dit is het derde bier van de review sessie. Maar ik heb letterlijk uit de eerste twee blikken van 44 CL met dit gehad. Oké, dat je dat even weet. Als je op een gegeven moment op je oudere, wat meer gaande leeftijd, wat meer leert over passie, lust. Snap ik dit? Want het komt allemaal op een manier over dat het dezelfde impact heeft, maar op een volwassener manier. En dat juist alles beter samenkomt. Meer kan ik het niet zeggen. Ik kan het niet anders uitleggen als dat, jongens. Het enige wat ik weet is dat dit, in vergelijking met al die jonge pups die tegenwoordig een half jaar een brouwerij hebben en ooit wat geleerd hebben over New England style IPA's, en via huurbrouwers, niks tegen huurbrouwers, dat weten jullie, maar van alles eruit pushen en de helft van de tijd alleen maar geld willen verdienen, dan merk je dat de 7 jaar ervaring die er zo langzamerhand in zit bij de moersleutel, dat ze hun lesje hebben geleerd over dingen, snappen ze het nu wel. Het seizoen is weer begonnen, jongens. Voor mij blijft van de drie IPA's, we sluiten dat IPA-hoofdstuk nu af met deze, blijft van de drie IPA's toch de eerste de beste. Want de impact die dat bier had met zijn maar 5% en het smaakprofiel dat mij gewoon veel meer aanspreekt persoonlijk in IPA's, de beste. Maar deze zit er echt maar vlak achter, hoor. Het is echt photo finish wat dat betreft, welke ik de lekkerste vond. En als ik zou moeten kiezen, ligt het aan mijn buik. Ik moet meer IPA's van Moersleutel gaan drinken, want ja. Dit is wel echt gaaf spul. En ze hebben echt heel veel geleerd de laatste jaren over IPA's brouwen. Mijn inziens was dat vroeger niet hun sterkste punt. En ze weten echt nu wel wat meer wat ze daarmee doen. En dat heb ik wel geleerd al tijdens mijn bezoek aan ons bezoek. Mijn bezoek, ik kijk niet even naar mijn kanaal, daarom zeg ik mij. Maar het was ons bezoek aan Moersleutel. Maar nu ik dit hier zo proef. Ik zit er sterk over te denken om die Moersleutel Guildbox te gaan doen. Want als dit soort kwaliteit van IPA's er meer in zit. Want ik weet dat die er af en toe in zitten. En dat is een van de dingen die mij tegenhield. Ben ik niet teleurgesteld. Echt, de eerste drie bieren. Ik ben happy. En we gaan nu zien wat er gebeurt met de rest.
Dat was hem voor deze review. Vergeet niet om ook op Gerben's kanaal Dutch Beer Geek natuurlijk dezelfde review of dezelfde bier te kijken met zijn gedachten erover. Vond je de video leuk? Klik op like. Vond je hem heel erg leuk? Klik op abonneer. Onder in de omschrijvingbox links naar alle social media. Link naar de Dutch Beer Collective. Link naar mysterybeer.nl. Laat wat comments achter wat je tot nu toe van de Moersleutel Anniversary set vond. Ik zie jullie allemaal bij de volgende review. En tot dan, proost.